versnippering, verdroging, vermesting, verzuring, verkeer, exotische vis, schimmels. Onze amfibieën kregen het zwaar te verduren afgelopen decennia. Om na te gaan hoe het staat met onze Vlaamse populaties, worden onder andere fuikvangsten gedaan om salamanders op te sporen. Onze meest voorkomende salamander zijn de alpenwatersalamander en de kleine watersalamander. Om de schadelijke schimmels die de ronde doen in onze natuur niet in de hand te werken, is het nodig dat iedereen die amfibieën monitort de nodige hygiënische voorzorg in acht neemt. Transport is niet altijd even makkelijk. Je kan maximum 2 fuiken tegelijk dragen. Elke bijvangst wordt ook genoteerd en ingegeven op waarnemingen.be om een duidelijk zicht te krijgen op de salamanderpopulatie. Binnen het net opgestart live project Groene Vallei werd extra aandacht besteed aan de amfibie-inventarisatie. Na de droogte van vorig jaar is duidelijk zichtbaar dat het grondwater nog onvoldoende is aangevuld. Salamanders en vissen gaan niet samen. Droogvallende poelen zijn dus ideaal, maar dit mag pas eind augustus. De kamsalamander is onze meest veeleisende salamander wat leefgebied betreft. Hij heeft graag heldere, rijk begroeide poelen met open plekjes. Het is een zeldzame verschijning. De kamsalamander is een soort van Natura 2000-richtlijn en dus Europees beschermd. Binnen het liveproject Groene Vallei heeft de kamsalamander een ambassadeursrol gekregen. Het was dan ook een fijne verrassing om hem op een nog niet gekende plaats terug te vinden.